mensen, welkom bij een nieuwe video van Crafting and Table. Nee, mijn naam is Mac en ja, ik moet eventjes wat zeggen tegen jullie. Ik heb een paar dagen geleden heb ik een paar video's opgenomen van dat we een eiland hadden. Maar ik heb dus ook een app gedownload waar je de skyblock mee kan doen en andere dingen. En heel het probleem is, al mijn mappen zijn weg. Dat is heel vervelend. Maar we konden ze natuurlijk opnieuw beginnen. Maar dat vind ik wel jammer. Want ik wou ze heel graag verder spelen. Maar ik heb alsnog wel wat heel leuks. Ik heb dan naar Skybers gedaan. Alleen ik ben in creative gegaan. Ik heb de map een beetje gebroken. Ik heb geen redstone weggehaald of zo. Dat niet. Ik heb alleen een paar blokken weggehaald. Zodat ik ergens uit de map kon. En nu heb ik dus zeg maar nieuwe dingetjes gekregen. Of nieuwe dingetjes ontdekt. Dat ik dus kan doen in die Skywars map. Jullie gaan het allemaal maar zien. Mijn naam is Mac en laten we maar meteen beginnen met de video. Vergeet zeker even niet op het duimpje omhoog te klikken. En druk dan ook zeker even op de abonneerknop. Want dan hoor je namelijk bij de familie. En druk dan ook zeker even op het belletje die naast de abonneerknop staat. Want als ik dan een nieuwe video upload, krijg je namelijk een appje. Dus laten we maar meteen beginnen. Hier is het dus. Ik ben dus in de Skywars. Ik ga naar dus zeg maar het beginstuk. Ik zal er even heen vliegen. En jongens, check mijn nieuwe skin. Dit is best cool. En ik heb ook nog een andere nieuwe. Ik heb ook nog andere skins die ik kan kiezen. Ik doe even met iemand op gezicht. Anders krijgen jullie weer zo. Zie dit gordijn weg. Zie dit gordijn. Oh god. Dan krijg ik ook weer dit gordijn. Dan hebben jullie het alsnog. Jeetig. Kom op, ga dicht. Dan zien jullie mij weer niet. Ik wou net zeggen tegen Google, zet het licht aan. Alleen ik heb 10 op mijn kamer. Het heeft alleen mijn broer op mijn kamer. Op zijn kamer. Maar, ja, dit is. Dan heb je hier dus een commandsblok. Die ga ik niet slopen. Hier, game mode nog. De bladibla. Nou, daar heb je dus ook nog allemaal commandsbloks. Het zijn er heel veel. En ik heb dus in de bovenkant even een gat gemaakt, zodat ik even uit kon. Dus hier begon ik toen. Ik weet niet wat het is. Ja, het is allemaal in het Engels. Nail map Halloween start. Nou, dat ga ik dus niet doen. Ik ga dus namelijk daarheen. Ik ga straks wel een nieuwe map doen. Maar ik wil heel dus zeg maar ook eigenlijk mijn basis maken. Dus eigenlijk ook gewoon mijn huizen en andere dingen. Ik heb ook op YouTube een paar dingen gezien. Die waren heel cool. Nou, ik kan dus hier. En dan heb je dus dit. Ik moet er dus wat in stoppen. En dan zou ik dus hier wat uit moeten krijgen. Ik heb het al een paar keer geprobeerd. Your price. Nou. En jongens, ik meen het serieus. Ik heb dit niet uit creative gepakt. Maar wat je dus ook van spullen. Want je weet. Want je kan van alle. Want je kan van de hele tijd dezelfde spullen stoppen. Maar daar krijg je dus heel vaak wat anders van. Maar jongens, ik meen het echt. Ik heb dus van dit ding. Serieus, dit gekregen en 2 Ender Pearls. Hoe sick is dat? Dus als je hier zou zijn, kun je gewoon net zo lang blijven doen totdat je weer iets krijgt. Dus ik doe het weer eventjes zo. Ik hoop dat jullie het zo wel kunnen zien. Ja, dus dit heb je dan. Dus laten we maar gewoon beginnen. En nou, zet ik dus place create hier. Nou, ik heb het dus al gewoon gezet. Dus laten we maar gewoon beginnen. Want ik wilde zeg maar ook aan dit ding, ik wilde zeg maar ook mijn huis bouwen. Dat dit zeg maar de prijzenkamer is. Maar ik zou het ook voor een shop kunnen gebruiken. Nou, wat ik dus erin zou kunnen doen. Is bijvoorbeeld. Ik doe maar wat. Ik doe er een bamboe in. Dan gaat hij dus de hele tijd oplopen. Kijk, hij gaat er niet weg. En er komt iets uit. Nou. En dit. Hier een VIP rank. Nou, die kun je dus dan weer hierin doen. En dan krijg je weer wat. Nou, ja? Mijn moeder kwam eventjes over die Google. Want we hebben beneden ook een Google Assistant. Maar deze ging dat ding uit. De box. Maar het kan alleen maar 2 mensen bedienen. Dat kan mijn broer op zijn telefoon. Maar dat kan ik ook nog op mijn telefoon. Maar dat heb ik echt niet gedaan. Hier, kijk. Ik heb weer zo'n ding. Dat is echt wel zeldzaam, zeg maar. Het is wel grappig dat je dat dan ook gewoon krijgt. Hier. Een klein beetje erin. En we krijgen gewoon weer zo'n ding.
Besef je gewoon, ik laat het nu gewoon echt zien en ik krijg het er ook gewoon echt daaruit. Hoe ziek is dat? Dus je zou hier gewoon eten kunnen blijven totdat je ding compleet hebt. En dan krijg ik weer een enderpearl. Nou ja. Hupsakee. Hier, nu krijgen we wat anders. Nu krijgen we dus een papier. Hierin stoppen. En is die weer weg. Oh, oh, oh. Ik heb hem afgebroken. Spinnenweb. Wat heb ik daar in godsnaam aan? Wat heb ik in hemelsnaam aan een spinnenweb? Namelijk, dat is wel het bewijs dat je een spinnenweb. Dat er ergens een spinnetje is. Als je het mij vraagt, ik ben echt, echt bang voor spinnen. Oh, ja, nu krijgen we weer een lamp. Maar ik ben dus echt een bange scheiter voor spinnen. Ik kan gewoon niet tegen die beesten. Ik vind het zo eng. Een veertje krijgen we. Ook gewoon even die lamp, dan krijgen we hem ook. En we hebben het weer. Want voor één kant moet je natuurlijk 3 van deze dingen hebben. En 3 van die enderpearls. Channel 1 kant compleet hebben. Maar ja, dat is dus gebeurd. Ik weet niet of jullie het jammer vonden. Ja, en ik zou dus niet willen zeggen. Zet even zeker in de reacties. Alleen mijn reacties staan er steeds uit. En ik weet niet hoe ik dat aankrijg. Dan moet je dus iets met dat doen. Want krijg je, als ik een video upload, krijg ik dus elke keer de vraag. Is het voor kinderen gemaakt? Maar ze zeggen dus dat je dus iets moet aanzetten. Dat wel kinderen kunnen kijken. Maar ik heb het zo'n keer gehad dat ik dus een keer op 18 plus klikte. En dat dus niemand mijn video's kon kijken. Dus toen werkte het niet. Dus ja, ik moet dat dus nog even uitvogelen. Dus ja, we hebben dat in ieder geval ook compleet. Dus ik wil hier graag mijn huis aan beginnen. Ik zet wel even de dag. Ja, ik wou hier dus zeg maar mijn huisje aan beginnen. Maar ik wou dus nog even kijken hoe dit in elkaar zit. Alleen ik ben heel bang dat als ik nu iets kapot maak dat het dan weggaat. Nou kijk, hier zitten dus... Zijn dit nu? Dus alle spullen zitten hierin. Hoe heb ik het hierin gedaan? Ik heb echt geen idee. Maar als hij het uit die kist staat, zou ik het gek vinden. Kon ik daar gewoon zelf spullen in stoppen, dan krijg ik het. Maar ik was dus ook heel benieuwd. Wat is dit? Iron. Krijg ik hier ook dus de... Hé, wat is dit dan? Ik snap dit niet. Wat moet ik hierbij doen dan? En dan, wat gebeurt er? Lapis. Diamond. Iron. Enchanting table. En een bookshelf. Die snap ik niet. Maar als jullie willen dat ik nog een keer alle mapjes laat zien. Dat zou ik zeker doen. Wow, dat zit ook allemaal daarin. Zou ik dus hier moeten doen. Dan zou ik dus op hout moeten gaan. Maar dat ga ik nu dus niet doen. Maar wat ik dus... Wow, ja. En deze gast die dit heeft gemaakt. Die heeft echt veel voor command box blocks gebruikt. En die is dan ook echt wel heel goed. Oké, ja, nou, dit zijn dus weer allemaal dingen. En als je mij vraagt, als je mij command blocks geeft, ik weet niet eens wat ik ermee kan. Ik typ mij wel, maar ja. Ik weet zelf niet wat ik met command blocks kan. Ik weet wel dat je iets aan ze, dat je een opdracht kan geven, alleen ik weet niet hoe je dat dan moet instellen, zeg maar. Ik ben echt niet goed met command blocks. Even kijken. Kijk, dit is... Het was dat, maar waar staat dat nou? Ik ben het weer helemaal vergeten. Het staat hier. Oké. Dus... ik wou dus hier dus zeg maar mijn huisje aanmaken. En dat dit dan zeg maar de prijzen... stuk... Wat? Oh, zo staat daar een kist. En dat dat dan zeg maar het prijzenstuk wordt. Wat? Nee. Hey. Blijf staan. Kom hier, ga in de kist. Ik heb nergens om gevraagd. Oké, nee, maar ik vind dit wel een sick dingetje. Ik vind het wel cool. Maar jongens,
Ik wou dus eigenlijk volgende keer een video van maken, want ik wou nu dus eigenlijk, nou hoe heet dat? Dat bedoel ik hem niet. Want ik vergeet het dat ik hier in mijn dingen ga maken. Maar ik ga dus hier in mijn dingen maken. En dat ik dus niet meer dingen ga doen uit dat unblock skyblock dinges. Want anders ben ik het weer kwijt. En ik ga die app al niet verwijderen, want anders ben ik dit weer kwijt. En dan ja, vinden jullie het misschien weer niet leuk. Dus ja. Laten we maar. Batterijvoeding telefoon is nog geen procent. Ik ga even mijn oplader halen. Ik ben er weer. Zo, even mijn opladertje aansluiten. Kunnen we weer even in de houdertje zetten. Zo. Jullie staan nu even nog in de oplader te stoppen. Nou, die moet ik natuurlijk niet uithalen, want dan gaat mijn hele Google Assistant naar de brak. Of eigenlijk naar de zak. Zo. Au. Au, jezus. Au, god, miljard. Oh, pardon. Dank je. Eindelijk naar zoveel gedoe. Oh. Doe even normaal. Rotstakker, ga weg. Jezus. Jezus, blijf staan. Hallo. Nee. Wat is dit nou? Hehe. Heb ik mijn deur weer open laten staan? Nou, wat is dit nou voor gezeur? Ik ben er weer. Is dat mijn dingenbras wel aan? Ja. Dus laten we maar gewoon lekker. Het game bij scheids, ik houd het gewoon nog steeds even vast. Oké. Maar laten we maar gewoon beginnen. Ik heb dus een paar dingen gezien op YouTube. Dat is iets heel cools kan maken. En dat kan ik me nog wel herinneren. En je kan dus ook een muizel maken. Ja, iets dat heel erg lijkt op een muizel. Gewoon met een trap. En dan heb je een klein hokje ertussen. Dus laten we maar gewoon beginnen. Kijk, ik laat jullie eerst een stukje beginnen van een soort van muizenhok. Je kan bijvoorbeeld een muur bouwen. Doe het eventjes zo. Hup, heb je een muurtje. Dan kun je het zo doen. Dan heb je een muizenholletje. En wat je dan ook nog kan doen is, je kan hier een houten blok in de grond plaatsen. En heb je een muizenholletje. Nou, wat je dan eventueel zou kunnen doen. Volgens mij heb je niet eens, ik zat net te denken, je zou er een muis kunnen doen, maar je hebt niet eens muizen in Minecraft. Wat je dan zou kunnen doen, is je zou dan dit kunnen doen, omdat ja, dat het dan een beetje donker is. En doe je het zo. En dan zou je dat nog kunnen verbergen in je huis. Alleen heb je wel een driedubbele muur. Drie lange dikke muur. Voor alleen maar een muizenholletje. Maar ja, nu lijkt het ook wel een beetje op een muizenhol waarbinnen het donker is. Dus ja, dit zou dus wel een mooi design kunnen zijn voor een muizenhol. Dus dat zouden we wel kunnen maken. Maar dat denk ik niet. Oké, laten we eerst gewoon even de onderkant verwijderen, anders wordt het dan wel weer aarde. En ik heb geen zin dat het aarde wordt. Dus dan halen we eerst even alles weg. Ik wil net zeggen, ik wil niet dat het aarde wordt. Ik denk dat het maar één blokje is en dat het maar één blokje aarde is. Dat zul je maar net zien. En dat het daaronder dan zeker wel komt. Nee, maar één blokje aarde. Oh, niet in de grond. Zo, even jammer weghalen. Zo. Ja, dus dan gaan we nu het andere dingetje doen. Wil je dus graag een idee hebben voor een tv? Kun je dat maken? Weet je, want ik ga toch wel even een map maken. Oké, ik heb even een nieuwe mappie gemaakt. Die gaat nu nog eventjes laden. Zo. Nou, we hebben dus eerst dat muizelding gemaakt. Ik laat het allemaal, ga ik het eventjes weer opnieuw maken. Dus dat ga ik eventjes doen. Plop. Zo. Die staat er ook. Dus dit kun je dus doen als muizenhondetje. Laten we dan nu doorgaan naar het tweede
Nou, idee. Ik heb even een muur gebouwd. Stel je voor, je bent in je huis en je wil graag een tv'tje hebben. Nou, laat mijn telefoon nou weer niet op. Even kijken of die, ja. Als je, stel je voor, je hebt hier een huis en je wil graag een tv hebben. Nou, dat kan helemaal. En je denkt misschien, ja, Mac, nu ga je gewoon een heel makkelijk dingetje maken. Maar nee. Tenminste, het is wel makkelijk om te maken, maar het is niet zomaar een zwart beeld. Oké. Je maakt het helemaal vol. En je zou het ook met steenkoolblok kunnen doen. Maar dat maakt voor de rest niks uit. Okay. Dus laten we maar gewoon beginnen. Je hebt hier ook vlag voor nodig. Dus laten we daar gewoon maar mee beginnen. Ja. Dus je doet, kan dus, je doet dus zo. En dan kun je dus. En dan pak je dus een pressure plate. Die kun je dan zo neerleggen. En dan kun je dus ook zo doen. En dan lijkt het dus net of als je een. Moet die wel goed staan natuurlijk. Dan heb je dus een soort van tv. Met gekantelde dingen. Ja. Dus. En wat je dus ook kan maken. Laten we daar maar gewoon even mee beginnen. Wat ik dus wel nodig heb. Is wel heel veel rode dingen. Waar staat dat? Die kleurdingen. Hier. Rood. En ik heb zwart nodig. Oké. Nou, laten we gewoon maar beginnen met de berg. Oké, we gaan nu een Netflix berg hier maken. Nu zet ik mijn patroon eventjes hier neer, jongens. Okay. Nou, je doet deze natuurlijk in. Dan begin je eerst gewoon met deze. Okay. Dan doe je dit. Doe je gewoon een ronde dingen door. Oké. Okay. Deze hou je weg. Dan doe je vervolgens deze rode barrier vervangen. En dan doe je dit. Oké, okay. Dan doe je even kijken. Een streep van deze kant. Dan doe je nog een streep aan die kant. Dan doe je nog een. Deze weer vervangen met die. En dan doe je nog een streep zo. Met een Netflix logo. Maar je kan het nog cooler maken. Vang het met het zwarte. Je zou het eventueel zo kunnen doen. En dan doe je weer zo. En dan zou je het zo kunnen doen. Je zou het zo kunnen doen, maar het hoeft niet per se. En je zou het zo kunnen doen, maar je kan het ook aan de onderkant doen. Maar het kan zo. Maar je kan het ook anders doen. Ik maak nog even snel een ander. Nou jongens, ik heb hem dus even op drie manieren gemaakt. Ik heb hem zo gemaakt. Ik heb hem zo gemaakt. En ik heb hem zo gemaakt. Nou, welke vinden jullie mooier? Je ziet misschien hier wel dat dit het Netflix logo is. Hier zie je het ook wel. Alleen, ik vind deze op zich wel cool. Want dit is echt gewoon veel film. Maar met Netflix is het meestal ook wel een beetje donker. Dus, wat mij betreft zou ik deze kunnen doen. Oh, ik plaats dit wel even zo. Maar, wat zouden jullie vinden? Ik plaats mijn ding weer even hier. Nou, we gaan ze eventjes passen. Oké, okay, ik pak voor de zekerheid al even een black beton. Black concrete. Oké. Okay. Dit. We kunnen ook dit doen. Nee. Dit vind ik niet goed. Dus we kunnen het eventjes met een kleurtje doen. Doen we het zo. Even beoordelen op kleurtjes. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Nou, deze is het in ieder geval niet. Deze vond ik op zich wel mooi. Maar is deze? Kan het? Deze twee. Nee, dit is veel te licht. Maar hij zou op zich wel kunnen. Maar dan is het voor mij toch wel echt deze geworden. Ik vind dit wel cool. En je kan ook goed het Netflix logo zien. Dus het is deze geworden. Zet ik ze eventjes hier neer. Okay. Oké, dan verwijder ik ze hier eventjes. Zo. Zet ik deze even in mijn inventory.
Daris. Want ik wil ze altijd nog bewaren. Oké, we gaan nu een speelautootje maken. Ik pak even alle spulletjes daarvoor. Of nee, laten we maar gewoon beginnen. Oké, je pakt dus dit. En je pakt... Waar staat die? Een armor stand. Waar staat die in daar? Oké. Dan pak je nog... Dit erbij. En je kan zelf bepalen wat voor kleur je wilt. Met je autootje. Maar laten we eerst maar gewoon even. Dan pak je nog een piston. En dan pak je nog een redstone blok. Oké. Ik ga het wel even op een houten vloer doen. Dus die ga ik nu even maken. Oké. Ik heb eventjes een beurtje gemaakt. Maar laten we even beginnen. Okay. Je maakt een gat in de grond. Dan moet ik eventjes ongeveer kijken hoe dit nou... Kijk, als ik nou dit doe en doe er dan zo'n hoofd op. Moet je wel natuurlijk je hoofd op doen. Uitrusten. Ja, dan zie je dus niet heel erg die. Ik zie hem even weg. Dan denk ik, dan moeten we tenminste eventjes dit maken. Dan is die iets beter, denk ik. Uitrusten. Ja. Dan zie je dat wel iets beter. Dus ik vind dit wel goed. We maken nog even een extra rolletje erbij. Want we doen eventjes dit. Oké. Okay. We doen dus natuurlijk de wieltjes. Moeten we wel... Moet je wel even hierop gaan staan. Nee. Poseren. Dan gaan we die ook even poseren. Hallo. Poseren. Oké, nou, je moet dus wel alle maal zo hebben. Ga weg. Ga weg. Hé, hey, hallo. Ben ik er? Dankjewel. Oké. Okay. Passeren. Ben hier ook. Passeren. Ja, dat hebben we dus gedaan. Oké, okay, dan doe je ze dus een hoofd op. Uitrusten. En hier ook. Uitrusten. Doe hier ook uitrusten. En die ook uitrusten. Nou, nu heb je die dus zo gedaan. En dan doe je dus zo. Nou, doe je bij allemaal. Oké, okay, nou, die zit je dus eventjes aan. En moest precies op deze manier... Oké. Okay. Wat je dus nu moet doen is, je doet dit weer, alleen dan doe je het nog zo. Dat is natuurlijk wel aan de goede kant. Dan moet je niet naar boven gaan. Dit duurt nog wel eventjes, denk ik. Ja, hij gaat. Oké, die staan ook. Die doen we nog een keer. Hup. Oké, okay, nu moet je dus twee keer doen. Hard weg. Okay. Dit plaatje weer zo. En dit doe je ook weer zo. Dan haal je dit weg. Oké, okay, en dan heb je dit zo gemaakt. Nou, dan heb je dus natuurlijk de wieltjes. En dan moeten we dus even kijken wat voor kleur autootjes zij doen. Doe gewoon wit. Want dan lijkt het misschien net een witte Tesla. En dan moeten we natuurlijk nog wel een vlag doen. Hoe ga ik die vlag dan ook alweer plaatsen?
Ja, oké. Okay. Ga aan de achterkant, precies in het middenkop. Yes! Oké. Ja. Hup. En dan doen we zo. En dan doen we hem ook hier. En we moeten het dus wel tegelijk doen. Dus we pakken dat doen en pakken de resten. Upsky. Ja, dat wist ik dus ook niet. Dat zou ik doen. Oeps, mijn fout, helemaal mijn fout. Maar dat maakt niks uit, want we kunnen het altijd nog opnieuw doen. Jongens, dat was even mijn fout. Ik ga het eventjes opnieuw doen. Ik verwijder dit eventjes. Ja, dat doet een beetje uit de hand. Ik was eventjes een dingetje vergeten. Verwijderen. Oké. We doen dit dus nog een keer. Weer met deze dinges. Het zit wel goed staan. Goed staan. Net zoals mij. Goed zo. Poseren. Dan gaan we naar die. Poseren. Doen we er weer een hoofdje op. Uitrusten. Die staat erop. Die ook. Nee. Ga staan. Poseren. Hoofd. Uitrusten. Oké. Ja, en dan moet ik dit eventjes zo maken. Oké. Escape. Dan doen we dit weer aan de onderkant natuurlijk. Hetzelfde als wat we net hebben gedaan. Zetten we weer aan. En deze zetten we ook weer aan. Maken we dit weer dicht. Escape. Doen we die weer. We dit weer zo doen. Of wacht eens, we moeten het natuurlijk via de bovenkant doen, dan had hij het wel meteen gedaan. Zo. Escape. Dan hebben we dat gedaan. Nou. Dan kun je het nog dichtmaken. Dat ga ik natuurlijk wel doen. Dan moet die natuurlijk wel erop gaan. Dat doen we even zo. Nee. Jemig. Ik ga dit weer. We moeten natuurlijk gewoon via de bovenkant doen. Nou ja. Het maakt niet veel uit. Nou ja. Eigenlijk wel. Ajo. Ik denk dat je wel kunt zien dat het wel een autootje is. Het is ook niet de beste manier om een speelgoedautootje te maken in Minecraft. Maar ja. Het kan. Het kan allemaal. Gaat het er zeker ook doen. Dat dacht ik ja. Oh, ik wou ze bijna verwijderen. Nou, ik denk dat je wel ziet dat het bedoeld is als een toykarretje. Maar ja, hij is ook niet echt de beste manier. Maar laten we maar gewoon doorgaan naar de volgende. Oké, we gaan dus een telefoontje maken. En als het goed is, zou zo'n schild dus in een ding passen. Laten we dat even proberen. Dat dacht ik al, dat werkt dus niet. Dus wat wij gaan doen is, we gaan weer even hierheen en we pakken een grijze vlag. Die echt grijs. Helder.
Oké. Okay. Dan gaan we even de kleurtjes pakken. Als het goed is moet het zo zijn. We doen de vlag erin. We moeten hem zo hebben. En dat doen we dan met wit. Snip je dit. Doen we die er weer in. En wat we dan moeten doen. Jongens, ik had even een klein foutje gemaakt. Wat we dan dus moeten doen, we moeten zo doen. En we doen rood. Dan moeten we dus dit doen. Gewoon ophangen. Daarin. Dan doen we die daar. Escape. En dan heb je dit. Jongens, ik maakte weer een fout. We moeten dus, nee, niet dit. Ik ga eventjes zo. Dit moesten we dus hebben, maar dan moeten we dus zo doen. En dan moeten we dit doen. Dan doen we dit. Dan doen we zo. Dan doen we de groene. Die doen we zo. Oké. Okay. Moeten we dit weer zo doen. Jongens, ik heb dus weer iets geks. Ik heb dat natuurlijk altijd weer. Kan niet veranderen. Ik weet ook niet hoezo. Ik denk dat ik gewoon te ver heb gedaan. Maar ja, het maakt niet uit. Dit was geen goede. Dus dit moeten we wegdoen. Jongens, sorry als jullie dit namen gemaakt. Maar dit was echt gewoon helemaal niks. Laten we doorgaan naar de volgende. Okay. Ik ga je dus proberen een camera te maken. Tenminste, ik denk dat ik wel weet hoe dat werkt. Want ik heb natuurlijk het gezien of het moet. Oké, wat we dus moeten doen is. Ik moet even wel het goede blok vinden. Waar staat die? We moeten dus het hoofd hebben. Maar welk hoofd het is, moet volgens mij een skelettenhoofd zijn. Of nee, ja. Zijn. En wat je dus kan maken is. Je kan dus een cameraatje maken. Alleen waar ik dus voor ga. Ik ga dus voor een Halloween dingetje. Je kan kiezen voor limoengroen of je kan gewoon donkergroen doen. Maar ik ga dus even voor donkergroen. Okay. Wat je dus kan maken is, je kan dus een, ja, een ding maken waar je dus een beest in kan zetten. Ik wil even het goede vinden, een zombie. Je kan een zombie ook doen, je kan ook een ander hoofd doen. Tenminste, ik hou van creepers. Maar ik vind het ook weer een beetje zielig voor de creeper. Dus, we doen gewoon een zombiehoofd. Want ik hou heel veel van creepers. Oké, we doen. Trouwens, we moeten een beetje van dat hout hebben. Dat een beetje zo van een beetje wel in het laboratorium kan. Dus we doen ijzer. Oké, wat je dus doet is. Je pakt een harnashouder. Die zit je dus in de grond. Dan pak je. En dat doe je gewoon zo. Zie je dit? Hallo? Zo wil je niet staan. Wel. Hij staat ook weer niet op de goede hoogte natuurlijk. Hij moet helemaal geen gat in de grond. Zet hem wel even recht. Zo. En dan moet je wel met je handjes recht. Poseren. Okay. Wat we dan eens doen is. Plaats eventjes zo. Hier de blokken. Even zo, want het mag dus niet naar de andere kant. Oké, wat we dus dan vervolgens gaan doen is we plaatsen een zombiehoofd. Oké, niet poseren, even normaal staan. Oké, ik maak weer een fout. Hij moet dus wel een blokje lager. Een half blokje lager. Die zetten we neer. Oké. We zetten het zombiehoofd erop. Uitrusten. Oké, dan doen we. Nee, niet verplaatsen jij. Deze daar. Oké. Dan pakken we weer onze geliefde piston. En die zetten we weer zo neer. En dan doen we het. Ja, en nu gaat hij dus naar achter, maar dat maakt helemaal niks uit. Oké, nu heb je dus dit. En dan kun je dus het glas plaatsen. Nou, dat kan dus natuurlijk niet zo, dat wist ik wel al lang. Dus wat we doen is, we doen dit. En dan doen we zo. Zo, zo.
Zo. Nee. Zo. Zo. Nou, dan heb je dus dit. Dan kun je dus altijd nog wel een beetje enger maken. Door namelijk... Nou, dit is niet hoe je het enger kan maken, maar ik doe wel even dit eromheen. Zo. Escape. Ga terug. En wat je dan dus kan doen is... je kan dus bijvoorbeeld een soort van buis dingetje maken. Door bijvoorbeeld met dit te doen. Wat je ook kan doen. Ja, dit. Maar hoe je het ook kan doen is je doet het gewoon met dun glas. Nou. Dat ga ik dus niet doen. Tenminste, ja wel, dat ga ik wel doen. Ja, dan lijkt het dus niet zo erg, maar we doen wel gewoon dit. Dan doen we dit. Hier, en dan lijkt het dus net... Nou, gaan we er bovenop. Oké, dan gaan we zo verder. Oké. En dan kun je dus hier nog een keer zo'n ding maken. Dus dat ga ik even doen. Zo, nu staan er twee. Ik heb het eventjes zo gedaan. Daar heb ik ook ijzeren blokken gedaan. En natuurlijk weer die trapdoorstroom in gedaan. Dus ja, dit is wel van een Halloween edition. Maar ja, dan heb je nog wel iets. We kunnen ook nog een manier maken. Dus laten we dat even gaan doen. Voor de volgende manier is het eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Maar dan doe je het zo. En dan doe je het zo. En dan doen we natuurlijk weer zo zetten. Mijn moeder is beneden aan het zingen. Oké. Dan pakken we eventjes dat zombiehoofd. Hebben we natuurlijk al. Ik kan het ook met Dragon of doen, alleen dan gaan wel een beetje dingen eruit. Dus wat doen we? We doen weer dit. En dan kun je hem ook aankleden. Dus laten we dat eventjes doen. En je kan het natuurlijk in die kleding die hun meestal hebben doen. Dus dat ga ik ook even doen. Plaats ik hier eventjes de kleren die je daarvoor nodig hebt. Oké, dan plaatsen we deze dingen even hier. Dat zijn nog twee dingen daar. Dan hebben we een ketel nodig. Ketel, ketelaar. Dan moeten we dit twee keer doen. Trouwens, we doen het even vier keer. Die vullen we alle vier met water. Zo. Moeten we er nog een kleurtje aan geven? Namelijk een blauw kleurtje. En een groen kleurtje. Een zombie heeft natuurlijk een donkergroen broekje. Dus dan doen we het even in donkergroen. Staan we hier op het ding wat er wel aan staat. Schrijf ik nog even wat er wel aan staat. Dus dan doen we dat dus zo. En volgens mij is je shirt is altijd... Hey Google, welke kleur heeft een zombie in Minecraft? Op de website minecraft.fandom.com zeggen ze, zombies hebben een groene huid, donkergroen haar en dezelfde kleren als de speler en mensen. Oké, dus hij heeft dezelfde kleur, dus eigenlijk dezelfde kleur als Steve. Steve had ik als dingetje, ja, dat was het. Zo. Uitrusten. Die heeft hij ook. We hoeven het helemaal niet twee keer te doen, want zijn broekje is namelijk groen als het goed is. Groen. Zijn schoentje doen we ook groen. Nou, dan kun je het even gelijk even opmaken. Die hebben we nu namelijk niet meer. Wat doe ik nou weer? Doe ik dat truitje weer weg? Dat krijgen we nou weer voor gezorgd. Dan gaan we weer opnieuw met de ketel. Helemaal opnieuw. We hebben al een ketel staan, jongen. Noet, noet.
Zo, en dan doen we dan een kleurtje in. Waar is die lapis? Oké. Oké, en oké. Hup, en weg. Dus kleurtjes aan. Hups. Nou, het lijkt nu wel al een beetje op het zombie. Dus dat vind ik wel goed. Wat we dan doen, is verplaatsen weer twee keer glas. Dus deze kleren zet ik even in mijn inventory. Dit doe ik ook even en dan doen we weer dit. Pak weer een redstone blok en dan doen we weer dit. Oké, wat we dus doen, is we doen... Zo. Twee keer. En dan doen we dat dus twee keer. En dit kopieer je straks nog een keer. En dan heb je dus dit. Zo, die staat erin. Hup. Nou, en dan kun je dus weer aan de onderkant weer die houten dingetjes doen, maar het hoeft niet per se. Aan de bovenkant moest je nog wel een ijzerblok doen. Skip. Nou, dan heb je dus dit. Met de zombie. En je kan dus ook aan de zijkant een glas plaatsen. Bedoel, dit, zodat het er iets mooier uitziet. Ik doe het in ieder geval wel. Doe ik het alleen aan deze kant, want je moet natuurlijk gewoon een zombie kunnen kijken. Dus, heb je dit. Oké, dit. Nou, en dit kopieer je dus één keer. Op, hupske. Dan heb je er dus weer twee en dan kun je er weer iets bovenop plaatsen. Maar je kan het nu groter doen. Dat kan namelijk met dit. Hup. Nou, en dan hebben we dus weer dit. En dat zou je ook kunnen bedekken, maar dat zou ik dus niet gaan doen. En je zou hem nog rook uit kunnen laten komen. Of je kan het misschien nog enger maken, dus laten we dat eventjes doen. En dan doe ik wel met jullie, dan doe ik wel even deze spullen. Hey. Oké. Ik kan er dus ook een filmpje van maken. Dat je dus een tv, een hele grote tv, en dan maak ik dat je dan nog dit, dat je dan nog een soort van bioscoop van maakt, maar dat ga ik dus niet doen. Wat we nog wel bij kunnen doen is een soort van tafel. Hier, kijk. En jongens, dit is niet echt. Dus als je ergens bang voor bent, word er niet bang om. En als je zulke dingen eng vindt, word er niet bang om. Dit is niet echt, het is gewoon in een spelletje. Het is gewoon gebouwd. Dus als jij iets van zombies of andere dingen eng vindt, wees niet bang, want ze bestaan niet. En ze komen ook nooit. Dus als er iemand in jouw klas of iemand is die zegt zombies, er komt een zombie of iets anders, geloof daar niet in. Want ja, het is niet zo. Dat bedenk ik me nu omdat, want misschien vinden sommige mensen wel, of sommige kinderen, zombies wel eng. Dus daarom zeg ik het eventjes. Maar ik moet eventjes dat ding vinden. Waar is het? Daar staat hij, een brouwstandaard. Zo, dan kun je het zo doen. Ik kan bijvoorbeeld altijd nog een lichtje opzetten. Je kan het ook een eng lichtje doen. Zet hij aan of zo? Nee. Maar je zou als het goed is wel een lichtje op kunnen plaatsen. Kun je hier wel nog een ding bovenop plaatsen? Dat kan wel. Maar dan hoeft het dus niet. Maar dit is het. Dus dan heb je ongeveer een beetje dit. Ik vind het jammer dat je geen drankjes neer kan zetten. Oké. Maar ja, dit heb je dan zeg maar. En we kunnen het nog even in een enge sfeer maken. Maar dat doen we dan wel in de volgende video. Vond je dit nou een hele leuke video? Doe dan zeker even op dat duimpje om. Hoog. En ja, ik ga proberen om de reacties aan te zetten. Maar misschien ook niet.
Maar ik denk dat jullie het niet zo erg vinden dat jullie geen reactie kunnen geven. Want ja, ik kan het proberen, maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Want straks kunnen jullie mijn video's niet kijken. En dat wil ik ook niet. En druk ook zeker even op de abonneerknop, want dan hoor je bij de familie. En druk ook zeker even op het belletje die naast de abonneerknop staat. Want als je er daarop hebt gedrukt, dan krijg je ook elke keer een appje als ik een nieuwe video upload. Ja, dus ik zou zeggen tot de volgende video. En ik zeg adios.